je eigenlijk zweeft. Dus de bewegingen van die vloeistoffen kunnen niet komen door de zwaartekracht, maar komen door andere effecten. Vooral aan de oppervlakte van zo'n vloeistof kunnen allerlei krachten optreden en die laat die vloeistof bewegen. Je ziet door allerlei deeltjes die in die vloeistof zitten hoe dat beweegt. Het leuke van deze proef is dat je direct met je eigen ogen ook ziet wat er gebeurt. En je beseft dus wel degelijk, zoals dit bijvoorbeeld, de scheiding van twee soorten olies. Dat jij de eerste bent die dit ziet in echt. En dat is gigantisch mooi. In ruimte is het nog zo makkelijk om echt splinternieuwe proeven te doen vanwege die absoluut nieuwe omgeving. Dat effect dat wat we hier heel duidelijk zien, dat beweging ontstaat in de ruimte, in die vloeistoffen, Marangoni-effect heet dat, zien we hier ook eens heel mooi bij een Italiaans experiment, wat ik deed, waar we bij 10 centimeter lange kolom van olie vrij laat zweven in de ruimte. En dan aan de ene kant wat warm maken. Die bovenkant is wat warm en die wordt dan ook helemaal troebel en dan gaan allerlei processen treden daarop. Die gewoon geweldig interessant zijn en die we echt nog nooit hebben gezien. Hier voeden we vliegen. Dat werd gedaan in een soort glovebox die bij Fokker werd gemaakt. Met je handen in een afgesloten doos. De vliegen die krijgen hier elke dag zo'n klein bakje vol met voedsel. En die vliegen die leggen daar eieren op. En die eieren die dan verder tot ontwikkeling komen, embryo's, vliegjes, die hebben we onderzocht. Het rare was dat vliegen die konden inderdaad niet goed vliegen in de ruimte. Ze wisten niet wat er gebeurde als ze begonnen te vliegen, want dan vlogen ze dus een geweldige knal ergens tegen de muur aan. Ja, een mooi plaatje van die slaapzak die hier ergens in de hoek van het Space Lab is opgehangen om het aanschouwelijk te maken. Je ziet heel duidelijk hoe ik tussen die twee lagen stof als het ware een beetje wordt ingeklemd. En dat gaf nou juist het comfortabele gevoel om te slapen in de ruimte. Reinhard die had een paar veren meegenomen die heel slap waren, die op je aarde dus uit elkaar zouden vallen. Maar in de ruimte zweeft dat en dan kon je dus geweldig mooi zien hoe de hele golven door die veren zich bewegen. Als je in een gewichtloze omgeving bent, dan is het inderdaad gigantisch wat je allemaal niet kan doen. Reinhard die heeft hier een bel of een bolletje sinaasappelsap. En hij had een soort apparaat, het lijkt wel op een soort doedelzak. Een soort bal die je opblaast. En dan kon je lucht door die kleine openingetjes aan het eind van die vork, als het ware, op het oppervlakte van die bol sinaasappelsap laten komen met een bepaalde frequentie. En je ziet dat dus die hele bol die gaat aan het oscilleren, die gaat aan het vibreren en dan zie je op een gegeven moment dat die bijna een vierkantje wordt. Hier staat. Je kan ook met wat meer liefde, zeg maar, die sinaasappelsap te lijf gaan. Je kan dus heel duidelijk zien hoe dat de oppervlakte van de sinaasappelsap dat sinaasappelsap bij elkaar houdt. Telkens wordt het weer teruggetrokken. Zelfs al blaas je het een heel eind uit elkaar. Zoals hier. Jim Buckley die heeft hier een hoeveelheid koffie bij de hand. Hij zei tegen mij van wil jij ook koffie? Ik zei nee, nu moet je terugblazen. Hier zitten we bij het eten. Dat zijn kleine vierkante bakjes waar gedroogd voedsel in zit, waar je water in kan doen. En bij Henk Hartsveld daarachter zie je dat hij nu zo'n bakje uit een oventje haalt. Dan kun je het warm maken. De wereld aan verschillende soorten eten had je. Steve Nagel die pakt hier een bakje met koffie. Tja, en dan kon je dat ook nog allemaal netjes in een op een soort tablootje vastplakken. En dan kon je dat dan op je schoot doen en dan kon je dan zwevend gaan eten. Het ziet er allemaal heel gezellig uit, maar over het algemeen namen we niet zoveel tijd om te eten. Want meestal was je toch meer geboeid om experimenten te gaan doen. We zien hier Henk en Jim spelen met een verrekijker waar een soort tol in zit, die kijker zeg maar stabiliseert als je kijkt. Maar als je die vrij laat zweven, dan maakt hij dit soort bewegingen.
Nou, af en toe hadden we iedereen wel zijn grapjes om die gewichtloosheid duidelijk te maken. Dat zien we hier met Steve. Die eens even laat zien hoe fantastisch hij zijn lichamelijke oefeningen doet. Tim Buckley die gaat het dan nog wel een beetje meer overdrijven. Zegt, dat kan ik met één hand ook wel. Er was ruimte genoeg hoor, in zo'n laboratorium. Vooral omdat je dus alles kan gebruiken. Het plafond en de wanden en de vloer. Was er best vrij veel ruimte. Veel meer ruimte natuurlijk dan in de shuttle zelf. Het was 7 dagen in de vlucht, alles opgeruimd, hier en daar nog wat schoongemaakt en klaar weer om terug te gaan. Hier nog even een laatste keer kijken naar buiten en foto's maken. Een van die gigantisch mooie foto's die we eigenlijk allemaal hebben. Dat is een genot om daar weer naar te kijken. Dan is het op een gegeven moment toch echt voorbij. Branden maar heel eventjes die raketmotoren van de shuttle om hem af te remmen. En dat is dan eigenlijk het einde van de vlucht, dat weet je. Je kan niet meer terug, je stort terug, je valt terug naar die dampkring toe. Geweldig zwaar voelde ik me. Als de shuttle zo naar beneden komt, je voelt je ongeveer nou 4 keer zo zwaar wel als je normaal voelde voor die tijd. De shuttle die komt hier naar beneden. Het is natuurlijk een zweefvliegtuig. Hij heeft geen motoren die hij hier kan gebruiken tenminste. En hij stort eigenlijk naar beneden. Je kan nauwelijks zeggen dat hij vliegt. De shuttle gaat zo hard naar beneden, ongeveer een kilometer of 300 per uur. Dat als je zou uitstappen, dan zou je later op de grond terechtkomen als de shuttle zelf. De laatste 10 kilometer in 2 minuten naar beneden. Hier komt de shuttle aan en dan gaat hij neus omhoog en dan gaat het pas echt langzamer. En dan zie je die hele grote deltavleugels die als het ware ervoor zorgen dat die shuttle op een soort luchtkussen hier in Edwards Air Force Base in die grote woestijnvlakte landt. Heel voorzichtig komen die twee wielen neer. Daar voelden we heel weinig van. Tegenstelling tot het moment dat die neus naar beneden komt. Maar dat is echt een dreun. De shuttle rolt uit. Deed nog wat testen met het neuswiel. Er is een nieuw stuurmechanisme aangebracht in het neuswiel. Dat heb je nodig als de shuttles landen met zijwind. En dat was ook eigenlijk de reden waarom we nog niet op de Cape konden landen. Omdat het neuswiel, het stuurmechanisme van het neuswiel, nog niet getest was. De shuttle stopt. Op dat moment was de bedoeling eigenlijk, zeker voor de medische testen, dat we heel weinig bewogen. Maar je wilt toch even testen. Ik deed mijn gordel los. En het is ongelooflijk. Op het moment dat je dan gaat opstaan, ik had het idee dat ik in een lift stapte. Die met een gigantische snelheid omhoog ging. Die kracht, die wij zwaartekracht noemen. Die wordt niet meer gezien als een gewone kracht. Die wordt gezien als versnelling. Je bent 7 dagen in de ruimte geweest en had dus die kracht helemaal niet. En die kracht is gigantisch groot. Maar goed, wij zijn er allemaal aan gewend. Shuttle uitgewerkt, moe staat hij daar, zou je kunnen zeggen. Ja, vies. De terugkeer door de dampkring met die enorme hitte van zo'n 4000 graden Celsius. Blakend die tegeltjes. En de romp van de shuttle was ook op heel veel plekken gewoon bruin uitgeslagen. Merkwaardig is het eigenlijk, als je dat zo ziet, is het net alsof er vreemde maanmannetjes zijn op een vreemde planeet waar je net bent aangekomen. Hier zien we die mensen met die snuffelhengels, zou je kunnen zeggen.
En die kijken dus of er giftige gassen zijn. Maar het is inderdaad net alsof je de verkeerde planeet had gekozen toen je terugging. Dit al duurde al met al ongeveer een klein half uur voordat we echt naar buiten kwamen nadat de shuttle was geland. Ik zie ook dat ze daar ook specifiek zitten te snuffelen met die hengels. Om te kijken of daar nog giftige gassen vrijkomen. Mensen zijn dichterbij gekomen nu, nadat gesnuffeld is dat er geen giftige gassen zijn. En dan komen dus grote kraanwagens aan. En dan zien we ook de van aankomen die dan de astronauten komt ophalen. Die auto's met die lange sleurvendraad, dat zijn auto's die verbonden worden met de shuttle. Even later, voor elektrische voorziening en gegevens, andere gegevens. We zien dat die trap wordt geïnstalleerd met een witte kamer. En er wordt ook een grote zwarte slang aangebracht voor de airconditioning, voor de luchtverversie. We zien hier het spoor van de shuttle en je ziet duidelijk dat de spoor gaat ook af en toe wat heen en weer. Dat waren die testen die gedaan werden met het neuswiel. Die testen zijn goed gegaan en dat zal ervoor zorgen dat in het vervolg de shuttle toch over het algemeen op de Cape zal gaan landen. We zien hier de auto's aankomen om ons op te halen. We komen de trap af, een beetje onzeker natuurlijk. De leuning had je over het algemeen wel nodig. Alhoewel, ik was toch wel zo enthousiast dat ik even mijn handen moest schrijven. We begroeten hier George Abbey. Begroeting met Bonnie duurt natuurlijk iets langer. En klaar om je verhaal te gaan vertellen over wat er allemaal niet aan de hand is daarboven. De shuttle is nu niet warm meer. Je kan hem dus gewoon aanraken. Misschien er nog een graad of 50 warm is, maar het is niet echt warm meer. Het is alweer afgekoeld in de laatste fase van door de dampkring heen vliegen. Het is toch heel indrukwekkend om te zien, om te kijken naar zo'n shuttle. Je hebt ook een beetje een dankbaar gevoel. Je zegt van nou shuttle, dat heb je goed gedaan, je hebt ons weer goed teruggebracht. Ja, nog even terug naar Wubbo Ockels in de studio in Tilburg. Shuttle, dat heb je goed gedaan, je hebt ons weer goed teruggebracht, zei je net Wubbo. Het moet voor jou heel dramatisch zijn dat het dezezelfde shuttle is die vandaag is verongelukt. Er zijn 4 shuttles in Amerika, maar ongetwijfeld zullen er voorlopig geen vluchten meer plaatsvinden. Kan jij iets zeggen over de invloed die dit ongeluk kan hebben op de Amerikaanse en wellicht ook op de Europese ruimtevaart? Nou, het eerste is natuurlijk doorgaan. Dat betekent dat de motivatie, ook voor deze mensen, die mogen we nu niet uit het oog verliezen, juist nu niet. Dus we gaan door, het is belangrijk voor ons allemaal. Maar voordat we zeker weten wat hier mis is gegaan, en voordat we zeker weten dat dat niet weer kan gebeuren, zal natuurlijk geen shuttle meer starten. Wubbo Ockels, van harte bedankt. Die shuttlevluchten zullen ongetwijfeld op termijn weer worden hervat, want ruimtevaart wordt niet bedreven om records na te jagen, maar om onderzoek te doen. Onder andere onderzoek aan de aarde, zoals dat door Wubbo Ockels tijdens zijn ruimtevlucht werd gedaan. En Wubbo liet ons bij de opname van dit programma een groot aantal foto's zien die vanuit een baan om de aarde waren gemaakt. Vertel over de foto's die jij hebt uitgekozen. Die hele serie foto's die we genomen hebben, al die rollen die hier staan. Een paar om toch goed aan te geven wat je ziet als je naar buiten kijkt. Belangrijk onderdeel is natuurlijk dat je zelf zweeft. Als je naar deze foto kijkt, je ziet hier de maan boven de horizon. Zelf heb je echt het gevoel dat de aarde en het ruimteschip en de maan, alle drie in die ruimte zweven. Je kijkt dan naar die aarde met een geweldig perspectief, hele wijsheid. Hier zie je dat goed met Israël, de rivier Jordaan, Cyprus, Turkije en die geweldig dunne, laag atmosfeer die als een dun schilletje om de aarde heen zit. Als je dan wat dichterbij kijkt, zie je enorm veel details. Hier kan je allerlei plantages zien. Je ziet zelfs dat het land van Israël anders bewerkt is dan het buurland. Daardoor komt die grens hier ineens naar voren. Middellandse Zee, Suezkanaal, naar de Rode Zee. Geweldige perspectief wat we daardoor krijgen.
Aan de linkerkant zien we de hele Nijl lopen, met hierboven de delta. Dit zijn de hoogste vulkanen van de wereld. De Kanchuka vulkanen. En dat zie je dus hier schitterend in de sneeuw liggen. Je krijgt een heel stuk aardeskundeles als je boven zweeft. Je leert steeds meer dingen te herkennen. Dit is ook iets wat bijna bij iedereen wel bekend is. Ik hou hem even zo, omdat dan de diepte het beste naar voren komt. Dit is de Grand Canyon. Dat is de Colorado rivier die hier doorheen stroomt. En die eigenlijk in deze hele hoogvlakte gewoon die hele canyon heeft uitgeslepen. En steeds breder wordt naarmate de rivier verder gaat. Als je goed kijkt naar die foto's kun je ontzettend veel details zien. Hier is het vliegveld waar je heen vliegt als je een reis maakt naar de Grand Canyon. Hier is duidelijk ergens een brand met wat rook. Geweldig veel details kun je zien. Een andere foto die ook mooi weergeeft wat voor een grootse blik je eigenlijk hebt als je naar buiten kijkt. Dit is de westkust, de zuidwestkust van Amerika. Met hier Los Angeles. En hier de baai van San Francisco. Hier ligt San Francisco. Je ziet ook een beetje hier die grote scheur, zeg maar, die in de aarde zit. Die het gevolg heeft dat we nog steeds een grote aardbeving verwachten. We zien hier ook in die vallei achter die bergen dat er ontzettend veel landbouw is. Met al die veldjes die je stuk voor stuk goed ziet. Als we dichterbij gaan kijken, je zweeft dus daar naartoe en dan kun je dus naar beneden kijken. Bijvoorbeeld hier naar de baai van San Francisco zelf. En als je goed kijkt zie je hier ook de Golden Gate brug. Je ziet hier eigenlijk al die bruggen. Je ziet ook Alcatraz, het eiland waar vroeger die gevangenis was. Hier zie je bijvoorbeeld heel duidelijk die scheurlijn lopen, die St. Andreas Fault. Die zit hier, die loopt hier door. Waar dus door al die aardbevingen ontstaan. Kijk eens, dit is een foto van het eiland Creta. Ja, als we goed op deze foto kijken zien we hier twee boten. Dat zijn twee van die kleine witte pluimpjes hier. En op de volgende foto zien we dan ietsje later die zonnereflectie net over die boten heen komen. En dan ineens zie je heel duidelijk het golfpatroon waardoor die boten is gemaakt. Dit is de mond van de Theems met Londen. Hier is het kanaal. Hier is de overkant Frankrijk, Bretagne. En we kijken dus naar die schittering van die zon. We zien ook hoe al die wolken heel vlak boven dat water zweven. Ietsje later genomen een foto dan van Nederland. Ook met die reflectie van het zonlicht in het IJsselmeer, waardoor je al die stukken heel goed ziet. De Friese meren zie je heel goed. Je kan hier de Afsluitdijk zeer goed zien. Hier zijn de eilanden van Zuid-Holland en Zeeland die je heel goed kan zien. En moet je eens kijken hoe ver we hier gaan. Je kan de hele rivier de Seine volgen. Elke keer als we dicht bij de Zuidpool vlogen, zagen we dit. Het zuiderlicht zou je kunnen zeggen. Zelfs als het noorderlicht. Het komt omdat heel veel deeltjes van de zon in de dampkring komen. En je ziet dan hele lange gordijnen, heel lang, wel meer dan 1000 kilometer lang, van over 100 kilometer hoog, met groenig licht, een klein beetje langzaam bewegen. Natuurlijk met je eigen ogen heel scherp te zien in donker. Dit is een foto die natuurlijk korrelig is, omdat hij met heel gevoelige film is gemaakt. Op het tijdstip van onze lancering was er een hurricane in de Golf van Mexico, de Hurricane Juan. We zien dat hier een foto van en we zien ook over wat voor een grote afstanden zo'n hurricane het weer beheerst. 7 jaar heb je naar die vlucht toegeleefd, hè? Dan is hij er. Hij is sneller voorbij waarschijnlijk ook dan je verwacht had. En dan zit je weer keurig als een ambtenaar achter je bureau. Hè? Is dat nou een anticlimax? Nou, ik zit niet zo keurig achter mijn bureau, maar het is natuurlijk wel zo dat je moet af van die gedachte, ik heb het allermooiste in mijn leven heb ik gedaan. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. En ik ben ook direct aan de gang weer verder te kijken naar de toekomst, naar mijn volgende doel. En dat heb ik. Vanaf 1 februari heb ik een nieuw contract met de Europese ruimteorganisatie ESA. Dat ik ga werken in Noordwijk bij het technisch centrum als wetenschappelijk astronaut aan het programma Columbus. Dus, en wat hoop je eraan te gaan doen dan? Nou, Columbus is een ruimtestation waar een laboratorium in zit. En dat laboratorium, daar
gaat mijn interesse naar uit. Ik probeer met mijn ervaring die ik heb in de ruimte, maar ook als wetenschapper, als iemand die kijkt veel naar laboratoria die je op de aarde hebt, probeer ik te adviseren hoe dat ding gebouwd moet worden. En met een doelstelling natuurlijk dat daarboven, daar moeten mensen uiteindelijk werken, net zoals hier op de aarde in laboratoria, die uitgedaagd worden om creatief te zijn, die dus goed als wetenschapper functioneren. En het lab zelf moet ook goed functioneren. Permanent is het boven, dus je moet allerlei dingen kunnen veranderen. Een experiment wat niet zo goed loopt of waar iets onverwachts uitkomt, dan moet je op kunnen reageren. Je moet allerlei producten die je maakt snel naar de aarde kunnen terugbrengen. Dat is een project waar ik zelf ook aan werk. Ruimtepost heet dat. En er zijn allerlei aspecten aan. Ik ben geweldig gemotiveerd om dat te gaan doen. En uiteindelijk natuurlijk met te vliegen. Een paar dagen geleden, om precies te zijn op 24 januari, is de Amerikaanse Voyager 2 voorbij de planeet Uranus gevlogen. U weet wel dat die Voyager in 1977 werd gelanceerd en dat die ons prachtige beelden leverde van die reusachtige planeet Jupiter en van Saturnus, die ook vanaf de aarde duidelijk met ringen is getooid. En nu heeft die Voyager 2 ons in een paar uur meer geleerd dan we te weten zijn gekomen over Uranus sinds die planeet in 1781 werd ontdekt. De planeet werd voor het eerst opgemerkt door de Engelse astronoom Sir William Herschel, die eigenhandig voor die tijd uitzonderlijk grote sterrenkijkers bouwde. Sindsdien is Uranus vanaf de aarde door de modernste telescopen bekeken en gefotografeerd. Maar zelfs de beste foto liet niet meer zien dan een wat onscherpe tennisbal. En geen wonder, want Uranus loopt om de zon op een afstand die 20 keer zo groot is als die van de aarde tot de zon. Toch kwamen wij er enkele jaren geleden, dankzij zeer nauwkeurige metingen, al achter dat ook Uranus ringen om zich heen heeft. Heel weinig wisten we van de opbouw van Uranus. We konden tot nu toe alleen maar vermoeden dat de planeet, net als de reuzenplaneten Jupiter en Saturnus, voornamelijk bestaat uit waterstof, helium, ammonia en methaan, zowel in gasvormige als in vloeibare en vaste toestand. De kern van Uranus is dus waarschijnlijk een vaste, hete substantie en de dichtheid van het materiaal wordt naar buiten toe geleidelijk minder. Heel bijzonder is dat Uranus met zijn ringen en manen als het ware gekanteld rond de zon beweegt, terwijl de overige planeten met hun satellieten ongeveer draaien in het vlak waarin ze ook om de zon lopen. Misschien komt dat omdat in een ver verleden de planeet getroffen is door een object wat ongeveer zo zwaar moet zijn geweest als de aarde. In werkelijkheid is de Voyager 4 keer zo groot dan dit prachtige model hier. Het meest opvallende onderdeel eraan is een grote schotelantenne van 3,60 meter die niet alleen de opdrachten van de verre aarde opvangt, maar ook die beelden en al die informatie naar de aarde stuurt. En helemaal bovenop zit een draaibaar cameraplatform waarop die camera's zitten die op de planeet Uranus en zijn banen werden gericht. En hier laat de computer ons precies zien hoe de Voyager vorige week op Uranus en zijn manen afvloog als een pijl op een schietschijf. De robot had op dat moment een snelheid van 80.000 km per uur. Eerst kwam de maan Titania in beeld, half zo groot als onze eigen maan en één van de vijf manen die al bekend waren. Daarna werden de camera's naar links gedraaid naar Uranus zelf, die 4 keer zo groot is als de aarde. Ook de maan Ariel, die iets kleiner is dan Titania, werd gefotografeerd. Voyager vloog vervolgens vlak langs de maan Miranda, die maar 500 kilometer groot is en bereikte even later zijn kortste afstand tot Uranus, 81.000 kilometer.
Na het passeren van Uranus ging de Voyager vanaf de aarde gezien achter de planeet vliegen. Doordat op een gegeven moment de signalen van de Voyager door de atmosfeer van de planeet naar ons toe kwamen, konden conclusies worden getrokken over de dichtheid van de dampkring. De signalen, die meer dan 2 uur en 3 kwartier onderweg waren, werden voornamelijk opgevangen door reusachtige schotelantennes van de NASA in Australië, Spanje en Amerika. Dergelijke grote antennes waren onontbeerlijk omdat de signalen over zo'n grote afstand zeer zwak zijn. De foto's van Uranus die in de afgelopen dagen werden ontvangen waren aanvankelijk nog vrij wazig, maar ze werden geleidelijk aan scherper. Afgelopen vrijdag werden de beste foto's gemaakt. Uit deze beelden bleek onder meer dat Uranus ongeveer elke 16 uur een keer om zijn as draait, iets wat tot voor kort onzeker was. Ook de vele ringen van Uranus kwamen goed in beeld, net als de manen. De ruimterobot heeft tot nu toe in elk geval 10 nieuwe satellieten van Uranus ontdekt, waarmee het aantal bekende manen op 15 komt. Nu volgen de meest recente foto's die Voyager 2 maakte en die vandaag bij de NOS binnenkwamen uit het controlecentrum in Pasadena. Allereerst de 9 al bekende ringen van Uranus. De buitenste, heldere ring is bovenaan te zien. Voyager ontdekte overigens ook al een 10e ring. De meest gedetailleerde foto's maakte Voyager 2 van de maan Miranda. Verschillende terreintypen zijn zichtbaar. Het kraterlandschap is het oudste, gezien het grote aantal inslagkraters. De valleien die op deze foto te zien zijn, zijn een paar kilometer diep. Details van 600 meter zijn nog net zichtbaar. Deze opname werd gemaakt toen de Voyager het dichtst langs de maan Miranda vloog op een afstand van 36.000 kilometer. De krater onderaan, veroorzaakt door inslag van een grote meteoriet, heeft een doorsnee van 25 kilometer. De laatste foto van Miranda toont 2 totaal verschillende terreintypen. Het hele gebied heeft ongeveer de grootte van ons land. Dit is Uranus' tweede maan Ariel, gekenmerkt door oud terrein bezaaid met talrijke kraters. Diepe valleien op Ariel zijn te zien op deze foto, genomen op 130.000 kilometer afstand. De donkerste van Uranus' manen, Umbriel, is te zien op deze foto, die op een afstand van meer dan 1 miljoen kilometer werd genomen en daarom vrij weinig details vertoont. Titania, de 4e maan van Uranus, is een van zijn grootste satellieten. Vlak bij de schaduwlijn zijn diepe valleien te zien. De buitenste van de grote Uranusmanen is Oberon. Links onderaan de rand is een kleine uitstulping zichtbaar, een berg van liefst 6 kilometer hoog. Het was indrukwekkende informatie die de Voyager ons stuurde. Inmiddels vliegt hij vrolijk verder naar de planeet Neptunus, 30 keer zo ver van de zon als wij. Die zal hij op 25 augustus 1989 bereiken. Er is goede hoop dat de taaie robot dan nog voldoende vitaal zal zijn om ons ook het ware karakter van die wereld te onthullen.
De Voyager laat daarna het planeetrijk achter zich om in de diepten van het heelal te verdwijnen. Is er toch leven op de planeet Mars? Of heeft het tenminste ooit bestaan? Nou, er zijn al in 1976 twee Amerikaanse Vikingen, u ziet ze hier achter mij, of althans één daarvan, op Mars geland, maar die vraag is nog nooit positief beantwoord. Toch is er een redelijke kans dat er een positief antwoord komt, want Amerikaanse deskundigen zijn er nu in elk geval vrijwel zeker van dat op Mars niet alleen droge rivieren zijn op dit moment, maar ook uitgedroogde rivierbeddingen. Met andere woorden, dat er vroeger stromende rivieren, stromend water is geweest. Ze kwamen tot die conclusie na bestudering van duizenden foto's die niet zozeer door die landers zijn gemaakt als wel door de moederschepen van de Vikingen die nog steeds om Mars draaien. Nou, en die duizenden foto's die zeggen er moet ooit vloeibaar water zijn geweest. Waarschijnlijk niet direct aan het oppervlak, maar onder het ijs aan het oppervlak. En dergelijke meren komen op dit moment ook nog aan de Zuidpool van de aarde voor. De kans dat in die meren ooit leven tot ontwikkeling is gekomen mag niet uitgesloten worden geacht. En vandaar dat er nu gepleit wordt voor nieuwe onbemande Marsverkenners, Marslanders, die dan moeten neerkomen juist in die nu droge rivierbeddingen en meren. Maar misschien zal het definitieve antwoord op de vraag is er leven op Mars of ooit geweest pas komen als de mens zelf in de volgende eeuw op Mars is geland. In de eerste twee weken van maart zullen vijf elektronische afgezanten van de aarde de komeet van Halley een bliksembezoek brengen. Het zijn twee Japanse verkenners, twee Russische en één Europese. De Europese robot, Giotto genaamd, zal rakelings langs de kern van de komeet vliegen die we nog nooit hebben gezien. Dat is met kijkers vanaf de aarde nu eenmaal onmogelijk. Nou, die komeet